Yo, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe hardcore video. Ja, ik ga een hardcore serie doen. Weer eens, maar dit is een modded hardcore serie. Ja, ik zeg het goed, modded. Wat houdt het in dat het modded is? Er zitten gebouwen in wat niet eens normaal gesproken in de game horen te zitten. Er zitten guardians in, die op het land leven in plaats van in het water. En zo maar door. Oké, dit is dus een boek, bla 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 bla, van over alle structures wat er in de game zitten nu. Lijkt het je leuk om het ook uit te proberen? Het kan. Ja, daar heb je recipes en armor modifies. En zo, maar door. Ik speelde het ook buiten YouTube om en Twitch om. Dan doe ik het even. Oh ja, daar heb je ook achievements zoals learning, tinker en taking. Inventory. En net als normaal gesproken in Minecraft, begin je altijd met bomen rammen. En omdat het gelijk handig is om hout te hebben, doe ik dat ook. Maar omdat ik dit hardcore wil spelen, het is gewoon een test. Dus het is misschien een nieuwe serie, weet ik toch niet. Misschien hou ik het hier zo bij. En dat ik eens in de zoveel tijd hiervan maar een video ga uploaden. En dat het uiteindelijk toch gewoon een serie lijkt te zijn. En dan heb je, loop ik even deze kant op, heb je ergens, pak ik even de minimap erbij, pak ik even, oh wacht, ik kijk de verkeerde kant op, ik moet die kant op kijken. Ja, daar had ik het over. Zien jullie dat gebouw? Ja, top. Oh. Want ik ga naar die gebouw. Nou, ik pak even. Oh ja, gebouw. Het is een stad. En daar kan je leuke loot vinden. Ik ga denk ik gewoon daar zo'n klein huisje denk ik bouwen. Binnen de muren van die plaats. Denk ik. Forest Hive. Nice. Kijk. En hier heb je dan de muur van die dorp, slash stad. Ik weet niet zeker als het een stad of dorp is. Maar ik sta op de muur nu. En dat deed het een beetje zeer. Dit moet ook zeer eigenlijk doen. Oké, ik heb ook al seeds en wat je ook trouwens in deze modpack hebt zitten, als ik het gewoon speel, heb je ook staal en andere spullen. En ja, ik ga denk ik gewoon ergens een klein huisje denk ik bouwen. Maar ik weet nog niet
Waar? Hier zo? Ik denk gewoon hier zo'n hoekje. Dat ik gewoon een heel klein huisje ga bouwen. Oeh. Maar nog, maar niet gelijk in de hoek. Top. Dat ik wel. Denk hier zo even iets gaan bouwen. Gewoon een heel klein huisje. Ah. Dat ik ongeveer dit ga doen. Zo. Niet al te groot ga ik uitbouwen. Kijk zo. Dat ik gewoon hier zo deze blokje achter weg hou en dat ik alleen dat stenen muur ga gebruiken. En dat zo. Zo. Dan doe ik even. Dan zo, zo. Ga ik dit ook multiplayer? Nee, dat is niet. Yo, even een kaart hier zo. Yo, buddy, gaat hier lekker? Ik heb hem technisch gezien niet geslagen. Ik duwde hem er vanaf. Want ik moet even nog iets meer hout fixen. Want anders komt het niet goed met mijn huisje. Want ik moet mijn huisje ook nog afbouwen. Oh ja, en je hebt trouwens ook geen custom mobs. Je hebt gewoon de standaard mobs, maar ze hebben onder andere ook custom props. Wat ze eigenlijk qua spullen laat vallen. Dat heb je wel. Zo. Yo. Sky of Bikini. Yo. What up? Zo. Ja, ik moet wel even zo. En wat je wel hebt tegenwoordig is dat je maar één deur eruit krijgt. Zo. En hier begint dan mijn, ja. Yo.
with a skull mount of the flesh, iron ingot and leather. Living wood. Oké. En omdat ik nog geen wol heb voor een bed, ga ik dat ook gelijk fixen. Ik hoop dat hier zo in het dorpje ook schapen zijn. Want ik heb nog geen schaap kunnen vinden gelijk. Yo. Yo man. Weet je dat hier zo de guardians niet op afkomen als je dit doet? Ik heb nog één gravel nodig. Yo, Betty. Hey, rustig. Ik wil wat kopen bij je. Top. Nee. Ook een emerald heb ik voor nodig. Yo. En? Nee. Ja, toch. Hop. Wat? Sorry. Zeg mensen. Ja. We hebben het 5 emeralds. Ja. Ik zoek een villager. Bijvoorbeeld wat ik van kan kopen. Yo, ik wil niet dood. Ik kan niet gelijk in de eerste aflevering doodgaan. Want dit is gewoon hardcore. Dus ja. Heb ik iets te eten? Nee. Kou. Toch zo. Koupet.
Kijken. Yes. Wil ik eigenlijk al flint gelijk hebben? Want, yo, nee, en ik ben doomed. Dit was de aflevering ook gelijk voor vandaag, mensen. Tot de volgende keer, en dan ga ik een deel 2 doen. Tot ziens.